We rijden mee met het Korps Landelijke Politiediensten bij Amsterdam op de Rijksweg A10. Surveillanten Peter en Martijn worden rechts ingehaald door de bestuurder van deze Ford K, die op vrij lompe wijze via de doorgetrokken streep en de vluchtstrook weer invoegt. Nog even in, hebben jullie hem gezien? Ja. Ik ook. Nou, we laten even zijn meneer even stoppen. Die voegt in gebruik maken van de vluchtstrook. Dat is niet de bedoeling. Nee, en het is ook niet de bedoeling om zonder richting aan te geven weer de uitvoegstrook te pakken. Deze bestuurder draait zijn hand er niet voor om en lijkt elke kans te benutten om niet in de file te hoeven staan. Ja, op een of andere manier heb ik het idee dat hij doet om wat meer op te schieten. Ja. Nou, dat zal hem dan nog vies tegenvallen, want nu gaat het nog veel langer duren. De bestuurder lijkt in eerste instantie netjes mee te komen, maar dan gebeurt er iets onverwachts. Wow, stoppen! Stoppen, joh! De bestuurder gaat er om onduidelijke reden vandoor en de surveillanten zetten met loeiende sirenes de achtervolging in. De Ford-bestuurder zet ondertussen koers richting het centrum van Amsterdam, maar hij rijdt zich vast voor de verkeerslichten. De man besluit het over een andere boeg te gooien en ramt een stoeprand om er over het fietspad vandoor te gaan. Letten links, vrij, rechts, vrij. Rechts gaan ze in. Ja, ik ga zo maar even roepen, man. Tijdens zijn vluchtpoging over het fietspad heeft de bestuurder een bandlek gereden. Het lijkt slechts een kwestie van minuten voordat deze klopjacht ten einde komt. Alex 15-5, het is goed. 10-4 en 6 aan. Alex 15-5, is goed. Waar is die heen? De bestuurder is er te voet vandoor, maar de bijrijder zit nog in het voertuig. Even alles laten liggen. Het is gewoon mijn telefoon. Je kan hem opbellen en vragen of hij hierheen komt. Ik heb geen telefoon van hem. Goed. Ja, wil je zijn auto in beslag nemen? Neem eens de auto in beslag. Heeft u legitimatie bij u? Ik heb wel, ja. Mag ik dat even zien? Alsjeblieft. Ik ben zijn getuige. Mogen jullie wel met z'n vieren zijn? Ik ken ook die regels. Jij kent de regels? Ik kan die regels. Hij heeft hebben toch de verkeerde niet... regels geleerd, knul? Hij heeft de regels niet om... Ik ben geen chauffeur. Ik ga eventjes natrekken. Meneer, luister. Ik hoef niet te luisteren. Nee. Ik ben geen chauffeur. U hoeft geen vraag meer over hem te stellen. Vraag over mij. Ja, dat klopt. Ja. Einde. Maar u wilt toch een discussie aan, of niet? Ik wil geen discussie. Wil je iets over mij vragen? Daar heb je mijn tijdskaart. Heb ik een boete op staan? Ik word betaald. Ja. Heb ik wat, wil je iets met mij? Heb ik een advocaat voor je. Klaar. Nou, ik heb niks met uw advocaat te maken, hoor. Klaar, dan zijn we klaar, toch? Dus, maar van wie is deze auto? Weet ik niet. Weet u niet? Nee. Nou, dan... Die vraag moet je... Mag u straks vragen. Uitstappen? Dan stap ik net uit. Mag ik mijn tijdskaart? Mag u straks terug? We gaan eerst wat afhandelen. Met mij hoef je niks af te handelen. Jawel. Mijn tijdskaart, klaar. Wij zijn na een korte achtervolging geëindigd in Amsterdam op de Albert Neuhuisstraat. Er is iemand vandoor gegaan met zijn auto. We hebben die auto en een passagier, alleen geen bestuurder. Dus vraag of hier een auto van de regio naartoe kan komen om ons te assisteren. Hij heeft een lekker band ook, dat ding. Dus, Ja, vind het gek. Hij is hier natuurlijk een stoepje gegaan toen hij rechtsaf door de lichten ging. Alex, 1550. Komt een autootje naar u toe, hè? Ja, geweldig, dank u wel. Hey, je mag bijna gaan. Je mag dat allemaal even in de auto laten liggen. Dat maakt mij niet uit. Ik ga nu naar het ziekenhuis. Maakt mij ook niet uit. Jij bent toch niet de eigenaar van de auto? Zijn mijn spullen liggen voor nee. Me, toch? Jij rijdt niet. Het is niet jouw auto, zeg je. Je hebt nergens mee te maken. Dus die papieren mag je in de auto laten liggen. Ook als het mijn papieren. Ik zie een APK-papier ertussen zitten. Die is niet voor mij en dat is niet voor mij. Oh ja, dat is inderdaad niet voor jou, nee. Waarom pak je dan die sleutels niet? Nee, ik pak ze niet. Waarom pak je ze niet? Jij pak ze. Waarom pak je mijn broek niet? Waarom? Die heb je aan. Is dat in de auto? Is nee, onzin. Een grote onzin. Zijn ze liggen in die auto, alles wat... Nou, mag je best vinden. Zeg ik jou eerlijk, mag ik jou, hoe heet je, ik wil jou aanklagen. Wat moet je doen? Dat wil ik jou graag aanklagen. Lijkt me heel gezellig. Ik heb een goed advocaat die goed kan... Ik heb al 3 van Almere laten ontslaan. Heb je er 3 van Almere laten ontslaan? Goed zelfs. Joh, maar je wil helemaal niks verklaren? Ik heb niks te verklaren, sorry. Als je een boete van mij hebt, geef maar betaal ik hem contant. Nee, dat zeg ik toch ook niet. Een boete van 10.000 betaal ik hem contant. Ja? Even naar huis bellen, komen ze eraan betalen. Heel makkelijk. Ik vind jou een... Dappere jongen. Dappere, stoere man. Meneer, het enige wat u van mij terugkrijgt is dit. Dus dit zijn uw telefoons en uw rijbewijs krijgt u terug. En u mag de bus nemen. Dank u wel. Ik weet dat het pijn doet dat jullie hem niet hebben kunnen pakken. Wat zegt u? De telefoons dan in beslag nemen, vind ik raar. Ik versta u niet. Prettige middag verder. Huh? Prettige middag verder. Dank u. Dag meneer. Goeiedag. Dag. Werk zo. De sleepdienst van de politie Amsterdam komt ter plaatse en de auto wordt in beslag genomen.
Nadien weten de surveillanten de eigenaar van het voertuig te traceren. Die zegt de auto te hebben uitgeleend aan de bijrijder, maar absoluut niet te weten wie de bestuurder is. Tja, in zo'n geval wordt de kentekenhouder aansprakelijk gesteld voor de verkeersovertredingen. Hij zal zich dan ook binnenkort voor de rechter moeten verantwoorden of alsnog de identiteit van de bestuurder moeten prijsgeven. Maar van hem ontbreekt tot op de dag van vandaag ieder spoor.